Dan geef ik nu het woord aan de heer Van Haga namens Forum voor Democratie. Gaat u gaan. Wacht heel even. Wacht. Even onderhandelen over de lunchpauze. Dan weten jullie dat ook. We gaan eerst termijn afronden en dan schorsen we één uur, zodat ook de bewindspersonen zich kunnen voorbereiden op de vragen. En daarna gaan we verder, na de stemmingen dan. De heer Van Haga. Dank u wel. Voorzitter, we zijn weer een paar weken verder en veel ondernemers komen dichter bij hun ondergang. 68.000 horecazaken zijn gesloten en meer dan 86.000 winkels zijn dicht. 45.000 kappers zijn dicht, 17.000 schoonheidssalons zijn dicht, 1.500 sportscholen zijn dicht, bowlingcentra, sportparken, zwembaden, bioscopen, alles is dicht. En van onze prachtige kermistraditie is inmiddels niets meer over. Voorzitter, in deze sectoren werken miljoenen mensen samen met 2 miljoen ondernemers om brood op de plank te krijgen, om hun kinderen te eten te geven en om wat te sparen voor hun pensioen. En dit basisrecht is ons ontnomen door dit kabinet. Het recht om te mogen werken, het recht om te mogen ondernemen. Maar ons is ook het recht ontnomen om te bouwen, om te mogen groeien, om te mogen aspireren en succesvol te mogen zijn. En alles wordt afgenomen door een kabinet dat de nevenschade niet meeweegt bij het instellen van de coronamaatregelen. En het resultaat is een aanval op vermogen en eigendom en een verwoesting van het MKB. Met een premier die ons lachend voorhoudt dat we het doen, zodat we beter kunnen terugbouwen. Build back better. Een klap in het gezicht van alle ondernemers. Voorzitter, we hoeven niet bang te zijn voor het coronavirus met een IFR van 0,23%. Wat we echt moeten vrezen is een overheid die onze grondrechten schendt. En dat gebeurt nu op grote schaal. Zelfs de WHO heeft aangegeven dat een lockdown niet het juiste middel is. En de schade is catastrofaal en daarom spreken we vandaag over de uitbreiding van dit steunpakket. Voorzitter, de basisregel zou moeten zijn als de overheid schade toebrengt, dan moet die schade voor 100% vergoed worden. En waarom is dit eigenlijk niet de basisregel? Tot nu toe zijn er duizenden ondernemers die heel veel schade lijden, maar die geen cent krijgen. En voor de ondernemers die wel een paar kruimels toegeworpen kregen, is het vaak een druppel op de gloeiende plaat. Voorzitter, de bureaucratie is stuitend. Ik heb hier al heel vaak aandacht voor gevraagd, maar de bureaucratische rot in het systeem zit diep. Minister Wiebes verschool zich achter het ICT-systeem. Hij zei, the computer says no. Collega Van Dijk heeft dat net ook al aangehaald. En hier ligt een enorme uitdaging voor minister Van het Woud om dit op een humane manier op te lossen. Voorzitter, er zijn veel misstanden bij de verschillende steunmaatregelen en daarom beperk ik me tot een selectie. Ten eerste de startende ondernemers. Is de minister het met me eens dat starters bij de TVL vaak tussen wal en schip vallen? De definitie van een starter is onduidelijk, de SPI-problematiek is niet opgelost en de discussie over de referentieperiode is kafkaesk. Waarom is het niet mogelijk om bijvoorbeeld een hardheidsclausule in te voegen in de TVL-regeling, zodat er ruimte komt voor enig maatwerk? Voorzitter, een aanvraag voor de TVL kan niet worden ingediend als men niet voldoet aan de voorwaarden. En hierdoor is er ook geen mogelijkheid tot bezwaar of een gang naar de rechter. Is de minister het met me eens dat een hardheidsclausule tevens dit probleem zal oplossen? Voorzitter, veel bedrijven kunnen nu door de lockdown hun voorraad afschrijven. Waarom is de voorraadvergoeding gekoppeld aan het recht op TVL? Zou ook hier een hardheidsclausule kunnen worden ingevoerd die eventueel solaas zou kunnen bieden? Voorzitter, vervolgens hoor ik graag van de minister waarom bij vorige regelingen de MKB-toets is ingevoerd. Schade is schade en dan maakt het niet uit of je 1 winkel hebt of 50 winkels in een concern. Prachtige Nederlandse bedrijven gaan ten onder omdat ze blijkbaar te groot zijn voor de benepen bureaucratische regels. Ik noem Blokker, Van der Valk Hotel, Sissy Boy, Leen Bakker, Only for Men, Big Bazaar, Intertoys en ga zo maar door. Het is een absolute misvatting dat het complete grootwinkelbedrijf louter bestaat uit bedrijven met rijke eigenaren en buitenlandse private equity. Het mooie familiebedrijf Zinks Scapino heeft 277 schoenenwinkels en biedt werk aan 2900 medewerkers. Maar in de TVL is nu een maximum opgenomen van 4 ton... en bij de OVG een maximum van 2 ton. En dat moet dus verdeeld worden over 277 winkels. Meerdere mensen hebben er al aandacht voor gevraagd. Maar voorzitter, dit is toch een onmogelijke opgave. Hoe kan zo'n concern op last van dit kabinet gesloten worden en zonder redelijke compensatie overleven? Voorzitter, veel van de pijn zit bij kleine zelfstandigen. 17.000 schoonheidssalons waarvan een groot aantal geen enkele steun krijgt omdat bijvoorbeeld de partner een inkomen heeft boven het bijstandsniveau.
Waarom kunnen we de schrijnende gevallen die hieruit voortvloeien niet oplossen? Door het schrappen van de partnertoets, dat is ook al meerdere keren naar voren gekomen, of in elk geval door eerst het verlies van de onderneming te salderen met het inkomen van de partner. Als het saldo negatief is, dan moet er toch aanspraak gemaakt kunnen worden op de TOZO. Voorzitter, rijschoolhouders en tennistrainers hebben geen werkruimte elders. Die zitten in hun auto of staan op de tennisbaan. Waarom is dit dan toch als harde voorwaarde opgenomen om in aanmerking te komen voor de TVL? Voorzitter, ondernemers hebben altijd hun verantwoordelijkheid genomen en kunnen prima open zonder besmettingsgevaar. De beste steun is dan ook opheffing van de lockdown. Dank u wel. Dank u wel, meneer Van Haga.